kijk, ik maakte gebruik van de cover van de deur. Maar nu... Kun je er niet meer uit. Nu kan ik er niet meer uit. Ik is de deur weer dicht doen. Dus eigenlijk is het een kutkantoor om in te zijn. Ja. Oké, okay, maar wat nu? Was jij dat? Weet ik niet. Wat? Oké, dat wordt er nou op de deur geklopt? Mm. Ik durf niet die hoek om te gaan, echt niet. Hier is niks, hè? Nee, dat is je eigen kantoor. Oké. Okay. Oh, wacht, is het in deze kasten? Woordenboeken. Nog meer kruidvatjes. Nee. Wauw. Ja, hele enge cupboards. Dat is gewoon die pen waar die steeds op drukt. Ja, dat klikken wel, maar dat kloppen van net echt. Nee, niet. Dat was echt. Was dat misschien. Oké. Okay. Wat gaan we nu doen? We hadden die deur dicht moeten doen. Ik ben zo bang dat het gebeurt. Nou ja, bliksem natuurlijk. Tuurlijk, bliksem. Daar schrok ik ook echt niet van ofzo. Ik ben zo'n pussy, hè. Ah! Fuck! Wat? Oh, mijn k***stoel weg. Oh, was dat? Was dat? Oh, dat is gewoon het lichtje veranderd. We zijn nog niet rechts geweest, hè? Zodan ken je niet. Die deur, die glazen deur, helemaal rechts. Maar eerst gaan we deze dicht doen. Kut wc. Oh, dit bevalt me echt niet. Nee, hè? Wat is dit? Even dicht doen, want... Hang in there. Ah, bedankt voor de tip. Ja. Nou. Hier is niks. Wat is dit? Oké. Kom, monstertje. Waarom heeft hij zijn pen zo vast? Ja, dat weet ik ook niet. Oh, ik... Hey. Hey. Ah, mijn hand! Oh. Nou, die kan ik ook nog niet in. Misschien moet je eerst vitamine eten. Kan ik hier al midden in? Ah, fijn. Dat kan wel. Dus ik in ieder geval opgesloten als er hier iets gebeurt. Wat is het met al die lege stekkerdozen? Dat weet ik ook niet. Papier. Hey, het sneeuwt binnen, of wat is dit? Mooi raam ook. Nee, ik heb geen idee wat er... die we dicht doen. Ja, moet dat zo hard? Ja, inderdaad. Maar waar moeten we nou heen? Zijn we al overal geweest? Ja. Zullen we al deze dingen maar ingaan dan ofzo? Ja. En de keuken is denk ik... Zo, hier blijven zitten, dat ja. Licht wordt. Het is totaal niet raar, kom je met collega's aan. Hé, hey, waarom zit jij... Om mijn bureau. Hé. Hey. Oh. Is dat voor kut geklop? Ja. Nou, je hebt al heel onregelmatige hartslag. Maar als je... Ik denk gewoon dat het hier is, gewoon dat briefje. Als jij nou dat briefje was, waar zou je dan zijn? Hier, wel hier ergens. Je moet in zo'n computer. Ja, maar om in zo'n computer te komen... Ik vertrouw die hartslag voor een meter. Oh, dus dat height in mijn beeld, laat ik het maar doen. Kan ik ook... Waarom kan ik niet hiden? Woep. Wat? Ik kan vanaf hier naar zijn computer. Nice. Hey! Hey! Wauw! Michelangelo. Wat staat er Michelangelo? Ja, Michelangelo. Ja, hoe schrijf ik dat? M-I-C-H-E-L-A-N. Michelangelo. Michelangelo, oké. Okay. Ah, dat is een mooie plaats voor een briefje. Ja, dat is wel eigenlijk wel slim voor mij. Oké, okay, nu hieruit. Oh, no. Nee. Spatie. Oké. Okay. Dan is het Mich. Langelo. Is dat wel zijn wachtwoord? Mie. Nee, maar Robert was ook niet zijn naam. Nee. Mich
Dat is toch zo? Lang, dat is toch gewoon zo? Michelangelo. Michelangelo of Michelangelo? Nee, Angelo. Zo. Angelo. Nou, zo was het wel. Nou, dan weet ik ook niet wat het is. Wat is dan zijn username? Is het niet Robert? Nee, het was niet Robert. Abyss. Zit dat bij mij er ook? Dat is geen briefje inderdaad of zo, hè? Is het niet zo'n soort Ouija of zo? Weet ik veel. Of zo'n Ouija. Erg of zo, ik weet het niet. Ja, misschien toen. Hey. Wow, I'm so good. She has done very bad things. / R. Picked up note. Oké. Nou, wat heeft ze dan gedaan? Dat ook niet. Ik geloof gewoon dat daar iets in zit, maar hoe moet ik dat openmaken? Oké, wat gaan we doen, Olaf? Zeg jij het eens. Ja, ik weet alleen Michelangelo, weet niet wat het is. Waarschijnlijk zwaar gehoord, maar. Al die kamers hebben we al gehad. Ja, maar onze eigen kamer hebben we gehad. We hebben al 5 keer gehad. Alleen de keuken nog niet. Jawel, daar zijn we natuurlijk ook al geweest. Ja, maar dat was alleen een koffie te pakken. Oh ja. Wat was dat geklik? Een pen. En de wc. Ah! Jezus. Oh man! Nee! Oh. Dit is niet leuk. Oh, damn. Echt, pak een vork om jezelf te verdedigen ofzo. Ik durf ook niet om te kijken, ik zit gewoon vast hier. Kijk, check de prullenbak. Nee, niet. Ah, dat kan niet. Er zit wel Heinz in, de prullenbak. Hey, Zukita! Sowieso niet Frosties. Nee. Twins, Lady Krieten. Koelkast kan niet open. Koelkast kan niet open. Alles één voor één dicht doen. Oh, daar hebben we nou alleen niet gezien wat er in die video zat. Oké. Nee! Ga dicht! Wauw, wat mooi geluid, zonder dat er iets gebeurt. Fuck you! Wat? Wat? Die ballon! Nee, oh. Wat? Ik durf daar niet heen! Ik zag hem niet eens. Ah, we moeten daarheen. Ja, waarschijnlijk wel. Wat? Ik ben aan het hiden. Ik wil helemaal niet hiden, maar hier wel een goeie. We moeten wel alle hiding spots weten. Dan weet je je kunt overal onder zitten. Als je aan het rennen bent, als je in paniek bent. Oh, ik zag echt iets achter de cupboard weggaan. Ik zweer het. Hey, koelkast kan open. Wow. Hamburger. Een mega hamburger en een mini pizza. En melk. En melk. En melk. En melk. Oh mijn god. Die ballon ziet er zo. Ja, daar gaat iets mee gebeuren. Die ontploft of zo en dan schrikken we ervan. Ah, dat is het. Of als we dan die ballon zitten naar die ballon te kijken, draaien we onder staat van het achtergrond, weet je wel, zoiets. Ja. Kunnen we niet onszelf beschermen? Je hebt de pen. Ja, ik heb een pen, dat is natuurlijk fucking eng. Die heb ik al heel de tijd in mijn hand. En deze stond net ook nog niet open, want die heb ik zweer dat ik die dicht heb gedaan. Ik zweer het. Oké. Oh mijn god. Zullen we wat doen? Ja. Wil jij vanaf nu spelen? Ja, nee. Oké, ballon. Oh, hij is er nog. Oké. Doe de deur dicht. Nee, goed. Is het daar binnen? Hij gaat omlaag. Ah! Oh, wat was dat? Oh, wat was dat? Wat was dat? Dat was een of andere... Wat? Is dat een leeuw? Dat weet ik niet. Hop. Snel naar onze zijdank. Oké, hier is niks. Rennen! Hij wil ook niet rennen. Fuck. Ik ga snel even mijn eigen hokje in, dan ben ik veilig. Oh! What the fuck is dit? Je moet hiden ofzo. Ik denk het. Onder het bureau! Ga eronder! Why does that song keep playing? Dit is geen song! Wat is dit?
Ga onder dat bureau! Ja? Ja. Blijf zitten. Oké, wat de f***? Wat is dit? Oh mijn god. Wat? Waarom? Ik wil dit niet meer spelen. Wat is dit? Die ballon was zo eng. Ja, ik dacht even dat ik voetstappen hoorde, maar... Oké. Nee. Oh mijn god. De computer is niet aangesloten. Nee, de computer is niet eens aangesloten. Waarom doet hij het? Ik ben in paniek. Is het een scheur in de muur? Zie daar. Nee, dat is een draad. Oh. Of is het wel een scheur? Zo, ik kan blijven zitten. Kan hier wel aan. Ja, er zit hieronder ook niet zo'n briefje. We slapen hier wel. Ja. Zie maar weer, onder een bureau ben je veilig. Ja. Oké. Is de kust veilig? Waarschijnlijk niet, maar ja, dat weten wij niet. Zou het niet zijn dat zij dan in de buurt is of zo? Dat ik nam even aan dat het een zij was. Ja, dat denk ik. Even zeven. Ja. Wat is dat ook weer? Echelon. En safe. Oké. Nou, we hebben weer een stuk overleefd. Oké. Ik ben klaar voor je. Bring it, bitch. Oké, hier is ze niet. Ik vond het niet eens op een ze lijken, maar goed. Ik noem maar even ze. Het. Oh man, dat was echt even eng. Wat? Check my drawer. Ah, fijn. Dat betekent dat die vent... Misschien is het Robert zelf wel. Ja, dat zou nog kunnen. Hey, nou is hij wel in één keer open. The light is your friend. Oké. Picked up note van Robert. Hey, kijk eens. Een flashlight. Dat is een mooie flashlight. Ja. Dat is ook zo eentje waar ik mee kan mappen. No batteries. Oh ja, tuurlijk. Tuurlijk, joh. Leg een flashlight neer, maar ze doet er geen batteries bij. Nou, nog steeds moeten er nog zijn maar goed te komen. Ja, of ze username. Ja. Oké. Hey. Hey, een Duracell. Je gooit gewoon een goede batterij weg. Ja. Dat is best wel duidelijk op zich dat hij daarin lag. Hey, een nieuwe batterij, oké. Wat? Kun je nou je flashlight gebruiken? Wacht, zo is het. Ik zweer gewoon dat ze username ook meme moet zijn. Michelangelo. Wat was het nou? Even nog één keer kijken. Oh! Oké. Zit ik al goed? Ik zou hier lekker blijven zitten. Oh my god. Ik ben zo bang. Kan ik niet gewoon in die hoek? Kijk jongen, ik durf niet meer. Oh jongens. En ik morgen twee keer gaan kijken, want ik moet het nog editen ook. Kut muziek. Deze muziek. Alsjeblieft Olaf, ga jij spelen. Ik doe niet mee. Dat houdt ook niet op. Nee. Maar er gebeurt ook niks hier. Oh. Oh jee. Ah, serieus, degene die dit gemaakt heeft. Ja. Oh. Ik ben zo bang dat er ineens iets gebeurt ook. Ja.